Op een dag wordt Nijntje wakker gemaakt door haar moeder. En die fluistert: Nijntje, opstaan. Vandaag is vader jarig. Zullen we samen een chocoladetaart voor hem bakken? Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Vader is dol op chocoladetaart. En ik ook. Ik ga meehelpen. Mag ik dan ook de lepel aflikken? Ja hoor, Nijntje, zegt moeder. Ik heb alleen geen chocola meer in huis en ook niet genoeg boter en meel. Wil jij naar Tante Trein gaan? Misschien kunnen we van haar wat lenen. Natuurlijk, moeder. Tante Trein bakt altijd taarten. Ze heeft die spullen zeker in huis. Moeder Pluis geeft Nijntje een mandje en zegt: Zal ik het voor je op een lijstje schrijven? Nee hoor, ik kan het wel onthouden. Chocola, boter en meel, zegt Nijntjes moeder. Ja, meel, zegt Nijntje. Dat wilde ik net zeggen. Goed, Nijntje, ga maar, zegt moeder Pluis. Maar onthoud, zonder meel kan je geen taart maken. Nijntje neemt het mandje en zegt hardop: Chocola, boter, meel. Chocola, boter, meel. Onderweg komt ze Betje Big tegen, die ook een mand bij zich heeft. Dag Nijntje, zegt Betje. Waar ga je naartoe? Chocola, boter, meel, zegt Nijntje. Je probeert je boodschappen te onthouden, zegt Betje. Ik ook. Ik ben onderweg naar de winkel. Ik moet onthouden dat ik vanille, room en meel koop. En ik ben onderweg naar Tante Trein. Ik moet chocola, room en meel halen, zegt Nijntje. Wat goed dat je alles nog onthouden hebt, zegt Betje. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Vanille, room, meel. Dan ziet Nijntje Barbara Beer. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Ik heb net boodschappen gedaan. En ik heb aardappelen, melk en suiker gekocht. Dat is grappig, zegt Nijntje. Ik ben onderweg naar Tante Trein om vanille, room en suiker te lenen. Vanille, room, suiker. Vanille, room, suiker. Vanille, room en suiker. Vanille, room, suiker. Dankjewel, Tante Trein, zegt Nijntje. Alsjeblieft, moeder, zegt Nijntje. Hier is de vanille, de room en de suiker. Zie je wel, ik heb alles onthouden. Nijntjes moeder lacht. Weet je zeker dat je het goed hebt onthouden? Waar is de chocola? En de boter? En waar is het meel? Oh, zegt Nijntje. Wat erg. Ik was helemaal in de war. Nu kunnen we geen chocoladetaart maken voor vaders verjaardag. Het geeft niet, Nijntje, zegt moeder. Met vanille, room en suiker kunnen we heerlijk vanille-ijs maken. 'S Avonds aan tafel is het feest. En vader Pluis zegt blij: Dit vanille-ijs is heerlijk. Wat een goed idee. Moeder knipoogt naar Nijntje. En samen smullen ze van het verjaardagsijs. Het is herfst en Nijntje is op weg naar Boris en Barbara. Onderweg ziet ze prachtige gele, bruine en rode blaadjes. Wat mooi, denkt Nijntje. Ik ga er een paar in een lijstje doen om op te hangen. Ze zoekt een paar hele mooie blaadjes uit. Als ze bij Boris en Barbara aankomt, heeft ze een heel mandje vol. Dag Boris, dag Barbara, kijk eens wat ik heb. Mooie herfstblaadjes in allerlei kleuren. Ze legt de blaadjes voorzichtig op de tafel. Wil je mij helpen om lijstjes te maken hiervoor, Boris?
Ja, natuurlijk, Nijntje, zegt Boris. Dan zijn het leuke cadeautjes. Ze gaan naar de werkplaats en zoeken mooi hout uit voor de lijstjes. Maar terwijl ze daar aan het werk zijn, blaast de wind een paar blaadjes weg. Oh, zegt Nijntje, waar zijn al mijn blaadjes gebleven? Dat is vreemd, zegt Barbara. Maar kijk, Nijntje, we hebben gelukkig nog 6 blaadjes over. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is nog genoeg, zegt Barbara. Maar terwijl ze de lijstjes afmaken, vliegt er een vogel naar binnen die nog een blaadje meeneemt. Kijk eens, zegt Barbara. We hadden nog 6 blaadjes over en nu hebben we er nog maar 5. Boris doet snel het raam dicht. We willen niet nog meer blaadjes verliezen. Ik heb 5 mooie lijstjes gemaakt, dus we hebben 5 blaadjes nodig. Gelukkig, zegt Nijntje. Dan hebben we precies genoeg. Ze doen de 5 blaadjes in de 5 lijstjes. Wat mooi, zegt Nijntje. Jullie krijgen er als eerste 1. Dank je wel, Nijntje, zegt Boris. En hij hangt het lijstje aan de muur. Nu heb je nog 4 cadeautjes over. Nijntje stopt de 4 ingelijste blaadjes in een tas en loopt naar huis. Onderweg komt ze Betje Big tegen. Dag, Nijntje, zegt Betje. Wat heb je bij je? Herfstcadeautjes, zegt Nijntje. Ik had mooie herfstblaadjes gevonden en Boris heeft er 5 lijstjes voor gemaakt. 1 heb ik aan Boris en Barbara gegeven, dus nu heb ik er nog 4 over. Wil jij er ook 1 hebben? Ja, graag, zegt Betje. Mag ik een rode? Natuurlijk, zegt Nijntje. Als jij deze neemt, heb ik er nog 3 over. Dank je wel, Nijntje, zegt Betje. Ik vind hem prachtig. Als Nijntje thuis komt, zegt ze: kijk, moeder. Kijk, vader. Ik had een paar mooie blaadjes gevonden en toen heeft Boris er lijstjes voor gemaakt. Jullie krijgen van mij allebei een herfstcadeautje. Vader en moeder zijn er erg blij mee en ze hangen de lijstjes meteen op. Nu heeft Nijntje nog 1 lijstje over. Die ga ik op een hele speciale plek ophangen, zegt Nijntje. Nijntje en vader Pluis gaan een dagje naar het strand. Het waait vandaag erg hard. Samen trekken ze de kar, maar de wind blaast zo hard dat het toch heel zwaar is. Nijntje is er moe van geworden. En ze zegt: vader, zullen we hier onze tent opzetten? Goed, zegt vader Pluis. Maar omdat het nu zo hard waait, is het ook moeilijk om de tent op te zetten. Gelukkig lukt het ze samen en al snel staat de tent. Ze leggen alle spullen in de tent, zodat deze niet wegwaaien. Dat was hard werken, zegt Nijntje. Maar hier binnen is het wel gezellig. Ja, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik vind dat we wel een koekje verdiend hebben. Laten we ze maar vlug opeten voordat alles onder het zand zit. Als de koekjes op zijn, gaan vader en Nijntje met de bal spelen. Maar het waait te hard. Help! Roept Nijntje. De wind blaast mijn bal in het water. Gelukkig kan vader Pluis de bal net op tijd stoppen. Het is geen weer om met de bal te spelen, zegt hij. Maar ik heb een idee. Als het hard waait, kun je wel goed vliegeren.
Nijntje haalt haar mooie rode vlieger uit de tent. Luister, Nijntje, zegt vader Pluis. Ik hou de vlieger omhoog en jij houdt het touw vast. Zodra de wind tegen de vlieger blaast, laat ik hem los. En als jij dan het touw goed vasthoudt, gaat de vlieger vanzelf omhoog, de lucht in. Bij de eerste sterke windvlaag laat vader de vlieger los. Hij vliegt omhoog. De rode vlieger staat prachtig in de blauwe lucht. De wind is erg sterk en de vlieger danst in de lucht. Van de ene naar de andere kant. Nijntje kan het touw bijna niet vasthouden. Ze is bang dat de wind haar meeneemt, ook de lucht in. Goed vasthouden, Nijntje, roept vader. Ik kom je helpen. Maar hij is te laat. De vlieger stort neer op de grond en hij gaat stuk. Oh nee, roept Nijntje. Nu is mijn mooie vlieger helemaal kapot. Vader Pluis zegt, niet huilen, Nijntje. De wind is echt te sterk vandaag. Het is jammer, maar ik denk dat we beter naar huis kunnen gaan. Voorzichtig vouwen ze de tent op en brengen ze de spullen met de kar naar de auto. Nijntje zit met haar kapotte vlieger op schoot. Ze huilt niet meer, maar ze is nog wel verdrietig. Na een bordje warme soep van moeder Pluis gaat Nijntje naar bed. Ze is erg moe na haar grote avontuur op het strand. Moeder Pluis zegt tegen vader, denk je dat je de vlieger nog kunt maken? Ik ga het proberen. En de volgende ochtend, als Nijntje wakker wordt, is ze heel erg verbaasd. Want wat ligt er op haar bed? Haar mooie rode vlieger, zo goed als nieuw. Wat heb ik toch een knappe vader, denkt ze. Op een morgen ligt Nijntje nog lekker te slapen in haar bed. Ze heeft net een mooie droom als moeder Pluis ineens haar kamer inkomt. Nijntje, Nijntje, opstaan. We hebben ons verslapen. Straks kom je nog te laat op school. Nijntje zit van schrik rechtop in bed. Ze kijkt op haar wekker. Het is echt laat. Nijntje loopt snel naar haar kast. Wat zal ik aandoen, moeder? Vraagt ze. Trek maar iets aan, zegt moeder. Als je het maar snel doet, zodat je niet te laat op school komt. Nijntje kiest haar gele jurk. Kom je ontbijten, Nijntje? Roept moeder. Ik heb al wortels en tomaten voor je klaargezet. Maar als Nijntje de keuken binnenloopt, roept moeder verbaasd. Nijntje, je hebt een grote vlek op je jurk. Ja, maar als ik nu nog iets anders aan moet doen, kom ik helemaal te laat, zegt Nijntje. Doe het toch maar, zegt moeder, want je moet wel met schone kleren naar school. Je ziet het, als je haast hebt, gaat alles fout. Nijntje trekt gauw een schone jurk aan. Nu moet ik echt rennen, zegt ze. Wacht even, Nijntje, roept haar moeder. Je bent je broodtrommel vergeten. Maar net als Nijntje op weg is, herinnert ze zich dat ze een lekkere rode appel uit de tuin aan de juf heeft beloofd. Misschien komt ze nu wel helemaal te laat. Maar ze rent toch terug om de appel te plukken. Maar de appel hangt erg hoog en ze kan er niet bij. Moeder, roept ze, kun je alsjeblieft een appel voor me plukken? Ik heb de juf beloofd dat ik er een mee zou nemen. Nijntje toch, zegt moeder Pluis. Zo kom je steeds later.
Ze plukt toch een appel en Nijntje rent weg. Ze rent en rent de hele weg naar school. Oh, ik ben te laat, roept ze. Maar de deur gaat niet open. Hij zit op slot. Nijntje kijkt rond op het schoolplein. Dat is leeg. En ze ziet ook niet één step. Ineens ziet ze haar moeder met de auto. Nijntje, roept moeder Pluis. We waren ons zo aan het haasten dat we helemaal vergeten zijn dat het een vrije dag is. Je bent niet te laat. Er is helemaal geen school vandaag. Nijntje moet hard lachen. Zie je wel, zegt moeder Pluis. Als je haast hebt, dan gaat alles verkeerd. Maar niet alles, zegt Nijntje. Nu heb ik zelf een lekkere rode appel om op te eten. En morgen pluk ik een nieuwe voor de juf. Nijntje rijdt met moeder terug naar huis en geniet van haar vrije dag. Op een dag kijken Boris en Barbara naar Snuffy, die voor hun huis aan het rennen en aan het spelen is. Snuffy heeft het erg naar haar zin, zegt Barbara. Wat is het toch een vrolijk hondje. Snuffy kwispelt nog even met haar staart en rent dan weg. Ze rent vrolijk blaffend het bos in naar het huis van Betje Big. Onderweg komt ze Nina tegen, die op de step naar school gaat. Dag Snuffy, zegt Nina. Jij rent nog harder dan ik kan steppen. Wat ben je toch een snel hondje. Snuffy rent een rondje om de step van Nina. Daarna blaft ze vrolijk en rent er weer vandoor. Verder op weg naar het huis van Betje. Goedemorgen, Snuffy, zegt Betje. Wat ben jij weer vrolijk vandaag. Ik wou dat ik zoveel energie had als jij, Snuffy. Snuffy vindt het leuk om te rennen en te springen. En al snel rent ze er weer vandoor. Nu gaat ze naar het huis van Nijntje. Maar Nijntje is niet thuis. Snuffy rent een rondje om het huis van Nijntje. Maar ze kan haar niet vinden. Snuffy is moe geworden van al dat rennen. Ze gaat in de tuin liggen en valt in slaap. Als Nijntje thuiskomt van school, ziet ze Snuffy liggen. Snuffy ligt helemaal stil. Nijntje maakt zich een beetje zorgen. Snuffy, Snuffy, roept ze. Maar Snuffy blijft gewoon liggen. Dan komt Betje Big voorbij. O, Betje, Snuffy ligt zo stil. Ik ben bang dat ze ziek is. Dat is vreemd, zegt Betje. Vanochtend rende ze nog vrolijk rond in mijn tuin en was er niets aan de hand. Maar kijk eens hoe stil ze nu ligt. Ze is vast ziek. Dan komt Nina voorbij op haar step. Kijk, Nina, zegt Nijntje. Volgens mij is Snuffy ziek. Ze ligt zo stil en ze beweegt helemaal niet. Vanmorgen bewoog ze juist nog wel, hoor, toen ik haar tegenkwam. Op dat moment komen Boris en Barbara langs met een tas vol boodschappen. Dag Nijntje, zegt Barbara. Waarom kijk je zo verdrietig? Ik maak me zorgen om Snuffy, zegt Nijntje. Ze ligt daar zo stil. Ik
ben bang dat ze ziek is. Maar dan doet Snuffy haar ogen open en... ze snuft. Kijk, zegt Boris. Snuffy ruikt het eten in onze tas. Ze was gewoon erg moe, Nijntje. Maar nu ze lekker eten ruikt, is ze meteen wakker. Hier heb je een koekje, Snuffy, zegt Barbara. Nu ze even heeft geslapen en een koekje heeft gegeten, is Snuffy weer helemaal fit. Nijntje is blij als ze ziet dat er echt niets met Snuffy aan de hand is. Reuze blij, Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer.